allemaal. Het is vandaag donderdag en ik dacht ik ga vandaag eventjes jullie meenemen in een dagje in mijn werkleven. Ik moet vandaag een hele dag werken. Dus ik ga jullie meenemen. Het is best wel vroeg. Het is dus best wel heel erg vroeg. Trouwens let niet op de kleur, want ik heb gisteren eventjes een body lotion opgesmeerd met fake tan. Dus ik ben iets donkerder dan normaal. Maar goed, maar niet uit. Het is 17:15. En ja, wat ik al zei, het is vroeg. Ik heb me net even gauw... Mijn wekker is om 17:30 gegaan. Ik ben even gauw gaan wassen. En ik heb alleen maar mijn wenkbrauwen gedaan. En verder heb ik geen make-up op. Een beetje mascara, that's it. Meer niet. Ik heb dit witte shirtje aan vandaag. Met awesome erop. Zit lekker los. En deze zwarte... driekwart broek, omdat ja, in mijn werk mag ik geen korte broeken aan, dus deze zijn wel fijn dat ze los zitten. Ik ga nu naar beneden toe, haar is trouwens ook gedaan, alles is gedaan. Ik ga nu naar beneden, ik ga even koffie zetten, even eten, of tenminste niet eten, eten meenemen, ik eet ontbijt nooit. En dan gaan we zo naar het werk, mijn vader brengt me vandaag, dat vind ik super fijn, anders had ik nu al met de bus gemoeten, dan had ik nu al de deur uit gemoeten. Het scheelt toch wel anderhalf uur dat ik langer kan slapen. Dus ja. Top. Ik ga even kijken wat voor schoenen ik aan doe beneden, want dat weet ik nog niet. Ik wil niet dat mijn voeten eruit zweten straks of zo. Maar we gaan lekker een dagje werken vandaag. Ik moet tot 16:30, dus dat is best lang. Het focus vandaag is heel erg goed, jongens. Het wordt wel. Ik moet dus vandaag tot 16:30, dat is best heel erg lang. Maar ergens ook wel weer fijn, want het verdient weer lekker. En ja, ik vind het gewoon leuk om te werken. Ik ga nog even mijn ketting om doen. En dan naar beneden. Goed jongens, koffie loopt. En ik heb even croissantjes mee aan het werk. Dat is even makkelijk eigenlijk. Op weg aan zit mijn moed. Maar er zit van die scheppe randen aan. Dat is heel erg irritant. Maar goed, welke schoenen ga ik aan doen? Ik denk toch deze. Gewoon mijn halve fans. Die zitten lekker. En naar mijn idee zit het echt prima. Nou, gaan we die meenemen. Leg je uit. Het is nog vroeg, jongens. Het is echt nog wel vroeg. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik er vandaag geen moeite mee had om op te staan. Echt totaal niet. Genial. En daar komt mijn vader. Die komt ook naar beneden. Moet ik lekker gebruiken. Dus koffie drinken en dan zijn we helemaal klaar. Goed, ik zit inmiddels in de auto en mijn pa moest tanken. Dat was echt heel gedoe, want hij was de tank pas kwijt. En dan was hij zijn tankcode weer kwijt. En gedoe. Maar goed, het is nu 17:15. En we hebben nog een kwartier om met Brielle te komen, want dan moet ik beginnen. Hopelijk gaat het goed en ben ik nog op tijd. Nou, maakt niet uit. Het kan gebeuren. Het komt echt wel goed. We zijn echt wel op tijd. Goed jongens, ik ben net thuis. Ik heb overgewerkt. Het was wel echt even nodig, want er was even wat gezeik op werk. Maar ik ben inmiddels thuis en ik ben heel even gauw, mijn vader heeft me opgehaald. Ik ben heel even gauw naar het centrum gegaan, omdat ik soles nodig had voor mijn schoenen. En toen heb ik gelijk twee jurkjes gekocht, want je mag dus kleding aan op het werk wat over je knie valt. En ik dacht, ja, ik kan ook gewoon twee lange jurkjes kopen, want dat zit lekker los. En zit gewoon heerlijk, dus ik heb die gehaald. Met rode strepen. Die is echt lang. En ik heb nog een blauwe gehaald. Die echt wel tot mijn knie valt. En die doe ik zondag aan. En zaterdag ga ik voor een jumpsuit. Maar man, wat is het warm buiten. Het was echt op het werk ook niet lekker meer. Mijn moeder heeft hier wat was en dingen neergegooid. Dus straks even gaan opruimen. Dan ga ik even lekker chillen. En Rio zit op mijn kamer. Die zit daar. Op de boom.
leuk, gezellig met twee vriendjes bij elkaar. Nee, ik ga even chillen. Ik ga heel eventjes wat drinken ook, want ik heb echt dorst. Ik heb net een milkshake gehaald trouwens. Ik was toch in het centrum. Die is bijna op bij de Bram. Maar poeh, het is heel warm. Maar echt heel warm. Dus ik ga deze lekker opdrinken. En dan ga ik jullie zo meenemen in mijn avondroutine, soort van. Het is echt al zo laat. Dus ja, ik vind het best. Eigenlijk wil ik hier gewoon blijven zitten en niks meer doen vanavond. Ik ga vanavond of niks eten of sla. Ik weet het niet. Ik twijfel nog een beetje. Aan de ene kant zit ik ook te denken om vanmorgen gewoon sla mee te nemen. En het gewoon nu gewoon even lekker makkelijk eten. Ik denk dat ik dat wel ga doen. Gewoon even een klein bakje met sla en kipfilet meenemen. En wat komkommer erdoor. Ik weet het anders ook niet. Ik heb geen trek in brood. Ik heb vandaag ook echt gegeten dat ik dacht van, ugh, het smaakt me ook helemaal niet. Dus ja. It is what it is. Ik ga in ieder geval even lekker relaxen. Wat ik al 300 keer heb gezegd. Even mijn make-up erop halen, want mijn ogen branden echt in mijn kop. Dat is echt niet normaal. Het is warm, jongens, echt. Ik heb net even zitten kijken. Ik doe me natuurlijk morgen dit jurkje aan. Maar ik dacht net dus, wat voor onderbroek moet ik hier onderaan? Want het schijnt echt door als ik zwart heb, zwart doe. Maar ik heb dus geen witte ondergoed meer. Echt, dat echt rot gewoon. Dus ik dacht, ik kan twee dingen doen. Of ik doe deze. Deze schijnt niet heel erg door. Dit is een roze panta gekleurde boxershort. Of ik heb zo'n mint groene, maar ik moest zo even kijken wat er niet doorheen schijnt. Maar ik ga even douchen. Dat is wat ik nu ga doen. Oké, want dit zwart gaat er waarschijnlijk wel heel erg doorheen schijnen. Ik ben een beetje schor. Maar dat komt omdat ik moe ben. En dan gaat mijn stem ook overslaan. Ik ga even douchen. En daarna ga ik lekker met Milo op bed liggen. Het is echt warm. Het is echt niet leuk meer. Nee jongens, ik ga het... Ik ga even lekker onder de douche. Ik laat die deur ook gewoon lekker open. Hier ook mijn kleding van gisteren nog. Ik even opruimen. Goed. Ik heb gegeten. Ik heb gedoucht. En ik ben omgekleed. Ik ga even mijn gras water geven. Want ik ben dus gras aan het kweken voor Milo. En het moet dus wel water. Ik geef hem twee kopjes. Er staat één kopje op. Maar ik vind dat toch wel weinig. Zeker met het warme weer. Het droogt zo op. Dus ik voel nog een glaasje. En ik ga me zo even lekker invetten met body lotion. Dat vind ik wel lekker. Zo. Nou heeft hij genoeg water. En dan hoop ik dat het morgen weer lekker gaat groeien. Oh, mijn schoenen staan hier. Die moeten wel mee natuurlijk. Nou jongens, we zijn er trouwens uit wat betreft het ondergoed voor de jurk. Het wordt een mintgroene broek, want dat valt dus het minst op. Gelukkig. En ik doe morgen gewoon weer lekker mijn fans aan. Dat zat echt het lekkerste. En natuurlijk morgen lekker mijn plantje weer bekijken. Ik vind het echt leuk als dat zo groeit. Het licht uit. Dus ja, ik ga even chillen. Ik pak lekker mijn laptop erbij. Ik ga lekker op mijn bed liggen. En ik ga lekker met Milo koelen nu. Ik ga me eerst even insmeren. Ik gebruik trouwens deze. Misschien wel leuk om even te laten zien. Ik heb me 2 dagen ingesmeerd met dit. Dat ga ik nu niet meer doen, want anders ben ik morgen echt een oempa-loempa. Oeh, en helemaal oranje. Maar ik gebruik dus deze Sensitive Almond Oil voor droge en gevoelige huid. Dus een body lotion spray. Dus daar ga ik me even lekker mee insmeren.
Goedemorgen allemaal. Nou, inmiddels ben ik even voor mijn eigen kopje koffie aan het zetten. Dus ik moet zeggen, dat heb ik wat gek in. Ik ben vannacht 2 keer toe wakker geworden omdat ik heel veel dorst had. Omdat ik voor ik ben gaan slapen eigenlijk niks meer gedronken heb. Dus ik had wel echt serieus heel veel dorst. Ik heb mijn salade in een zakje gedaan. Ik ga maar lekker een salade meenemen vandaag. Ik dacht met het warme weer hebben we toch geen zin om gekke, warme, grote dingen mee te nemen. Dus ik dacht ik ga een salade meenemen. Dat ben ik nu ook allemaal in mijn tas aan het doen. Even kijken, ik moet een salade nemen. Ik neem een liter fles van dit mee. Persik, sinaasappel en nectar. Zo. En ik zweer het je, die kan redelijk goed koel blijven in de... Hoe heet het nou? Oeps. Die kan redelijk goed koel blijven in de koeling daar. Dus ik ben blij dat ik dat daar wel kwijt kan. Dus ja. Dus even een kopje koffie drinken. Schoenen nog aan, ik heb het niet aan. Ik heb mijn tasje wel om. Alleen iets lossen en ik moet nog even medicijnen nemen, want ik heb buikpijn. En dan hebben we voor de rest alles gehad, denk ik. Toe. Goed, ik ben inmiddels klaar. Op de koffie drinken en de tandenpoetsen na. Het is 6:15. Ik ga zo de deur uit. Door omstandigheden moet ik even 1 bus later pakken. Dus dat ga ik zo ook doen. Het scheelt al heel even. Ik moet heel even wachten zo. Ik drink nog even gauw de koffie op. Er zo lekker vandoor naar het werk, jongens. Ik ben een beetje verkouden. Maar dat komt door de stikdroge lucht in mijn kamer. Dat is echt erg. Vannacht dacht ik ook echt van, ik ga stikken, jongen. Ik krijg echt geen lucht meer. Maar het komt echt door. Het is geen corona, wees me niet bang. Maar het komt echt door de droge lucht in mijn kamer. Ik heb heel veel last van. Maar goed, ik drink even de koffie op. En dan ga ik naar het werk. En ik twijfel een beetje of ik jullie meeneem of niet. Om mijn tas het aardig voel. Dus ik denk dat ik jullie gewoon lekker hier laat. Overschakel in een mobiel vlogje voor nu. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer.